Hoi, welkom in deze video over het elleboggewricht, ofwel elleboogklachten. Nou, ik ga even je meenemen in de anatomie. Een elleboog is een redelijk complex gewricht. En het lijkt dat je er alleen maar mee kunt buigen en strekken, maar hij kan dus ook draaien. En een elleboogewricht bestaat eigenlijk uit drie delen. Ik ga je even laten zien, ik ga wat lagen weghalen. En dan zie je dat het gewricht bestaat uit de spaakbeen, ook wel radius in het Latijns, en het bovenarm. Dus dat is deze. Dus bovenarm, spaakbeen. Dat is een radius. En we hebben de ellepijp. Dus de ulna. Dat is deze. Ulna. En het bovenarm. Hè, dus hier het gewricht. Dus we hebben deze en deze. En we hebben nog gewricht onderling. Dus dit gewrichtje. Nou, al deze drie gewrichten hebben bepaalde functies. We kunnen dus daarmee buigen en strekken. We kunnen ermee draaien. Pronatie, supinatie, flexie en extensie. Er zijn bewegingen. En je ziet ook dat het gewricht bestaat uit kraakbeen. Zie je? Dat is het laagje kraakbeen op het bot. Dus dit zijn de botstructuren. Die zorgen voor het geraamte. Een stukje kraakbeen, die zorgen dus voor het glijden van de... Het glijden van de bewegingen, dat het goed kan bewegen, zeg maar. We hebben dan om het gewricht hebben dan nog spieren, zoals je hier ziet. Met daar een stukje pees aan vast. Dus dit is de spierbuik en dit is een stukje pees daarvan. Ik kan nog wat meer gaan neerleggen. Hier zie je ook wel spieren. En hier zie je ook wel spieren. En uiteindelijk loopt de spier altijd over in een pees. En die pees is rijk voor om de trekkrachten op te vangen. Nou, we hebben ook nog slijmbeurzen in het gewricht. Dus als je bijvoorbeeld naar de achterkant kijkt, dan zien we onder deze structuren zit een slijmbeurs. Als we bijvoorbeeld op onze arm vallen, op onze elleboog, dan kan het ooit zijn dat die elleboog in één keer heel dik wordt. En dan hebben we eigenlijk te maken met de slijmbeursontsteking. Wanneer het kraakbeen beschadigd is, wat ik net zei, hè, die gewrichtsvlakken, hier, dan kunnen we artrose daarvan krijgen. De spieren kunnen scheuren of we kunnen tendinopathieën krijgen. Dat leg ik in andere video's nog verder uit. Of onder dit artikel staat er meer informatie over de verschillende aandoeningen. En breuken, hè, die kunnen dus hier ontstaan of hier ontstaan. En zo zijn er dus heel veel verschillende aandoeningen die er kunnen ontstaan in het elleboogwricht. Nou, we kunnen dus een elleboogdislocatie krijgen. Ook wel een elleboog uit de kom. Een tenniselleboog. Dat is dus pijn aan de buitenkant van onze elleboog, op de epicondyle hier. Dat zien we vaak voorkomen bij tennisblessures, maar niet altijd alleen maar bij tennisblessures. Ook wanneer mensen gewoon hun arm simpelweg overbelasten. Dus de tennisarm zit eigenlijk meer aan de buitenkant. Die zit meer hier. De golfarm zit meer mediaal, dus hier zit hij aan vast. Hè, als we hier pezen neer gaan leggen. En dan zien we vaak dat deze structuren overbelast zijn. En dan praten we over een golfarm. Dus wanneer we drukpijn hebben aan de binnenkant van onze elleboog, hebben we een golfarm in de meeste gevallen. En aan de buitenkant een tennisarm. Die pijnklachten kunnen dus ook komen van ergens anders vanuit het lichaam. Bijvoorbeeld vanuit hoger gelegen gebieden. Denk bijvoorbeeld uit een infraspinatus. Deze spier bijvoorbeeld die hier ligt. Die kan ook uitstraling geven naar de elleboog toe. Dus niet altijd wanneer je hier pijn hebt, wil zeggen dat je meteen een tennisarm of een golfarm hebt. Nee, het kan ook zo zijn dat hier een blessure zit, waardoor we die pijnklachten daar ervaren. Dan hebben we het eigenlijk over referred pijnpatronen. En vaak zijn triggerpoints daar de oorzaak van. En triggerpoints zijn dus zeg maar kleine spierknopen die zich ophopen binnen de spiervezel. En die geven uiteindelijk die uitstralingspijnen naar de elleboog toe. Nou, we kennen nog binnenbandblessures en buitenbandblessures. Ook bij de knie kennen we dat, maar ook bij de elleboog. Hier lopen bandjes aan de binnenkant. Aan de buitenkant lopen ook bandjes hier. En als we dus op onze arm vallen of overstrekken, dan kunnen we die bandjes beschadigen. Nou, zo zie je, er zijn heel veel verschillende aandoeningen van het elleboogwricht. Ik ga ze niet allemaal verder uitleggen en dieper op in. Op deze pagina staan nog veel meer waardevolle informatie en er staan ook de verschillende aandoeningen in. En als je op die aandoening klikt, dan ga je eigenlijk naar de betreffende aandoening toe en dan kun je daar alles over lezen. Als je last hebt van je elleboog,
Schakel altijd even een specialist in, een fysiotherapeut in. Die kan een goed onderzoek doen. Hè? Die kan een vraaggesprekje doen. En aan de hand daarvan gaan we dus kijken wat iemand mankeert. En zo kunnen we dus ook een gedegen revalidatieprotocol opstellen. Hè? Om eventueel klachten te verhelpen. De ene klacht heeft gewoon een andere behandeling nodig als de andere. Dat is natuurlijk logisch. En daarom is het heel belangrijk om een juiste diagnose te stellen. Nou, dit was de video over elleboogklachten. Onder deze video nogmaals staat er veel meer informatie. Klik even door op het betreffende artikel, zou ik zeggen. En dan wil ik je hartelijk danken voor het kijken. Tot ziens. Hoi hoi.